allemaal, welkom bij Fem. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je zelf een bloemenkroon kunt maken. Deze zie je heel erg vaak terug op festivals, maar ook gewoon bij meiden die hun outfit op willen leuken door middel van zo'n soort van haarband. Het is heel erg bohemian, het ziet er heel erg schattig uit en het maakt je outfit gewoon net iets leuker, vind ik. Deze is van de Primark en ik dacht, waarom ga ik er niet gewoon zelf een maken? En dat is dus gebeurd. Dus mocht je benieuwd zijn naar hoe je dit zelf kunt maken, blijf dan vooral kijken. Voor deze do-it-yourself heb je natuurlijk nodig bloemen, een knijptang, secondenlijm en ijzerdraad. Voordat je gaat beginnen met de bloemenkroon is het natuurlijk belangrijk dat je je hoofd afmeet. Wanneer ik denk dat het formaat goed is, ga ik verder met het vlechten van het ijzerdraad en dat doe ik op deze manier. Ik knip met de knijptang nog 3 stukken af en hier maak ik vervolgens een vlecht van. Wanneer de vlecht klaar is, probeer ik het nog eventjes of die goed past om mijn hoofd heen. En dan ga ik vervolgens verder met het knippen van de bloemetjes van de stengels af. En nu is het tijd om het bloemetje vast te lijmen aan het kroontje en dat doe ik op deze manier. Wanneer ik alle grotere bloemen heb vastgelijmd aan het kroontje, laat ik het nog eventjes drogen. En vervolgens plak ik er een stukje tape op om het nog extra goed vast te zetten. En tot slot doe ik alle kleine bloemetjes er ook nog eventjes tussen. En dit kun je gewoon zonder lijm doen. Je kunt het ook nog eventueel met lijm doen, maar ik doe het zonder. Mijn manier van hoe je een bloemenkroon kunt maken. Mocht jij een betere manier hebben, laat het dan vooral achter in de comments, want ik ben wel heel erg benieuwd hoe je dit nog meer zou kunnen maken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! We hebben bij de vorige Q&A video jullie gevraagd om jullie beautyvragen te stellen en die gaan we vandaag beantwoorden. Dus we hebben een aantal uitgezocht.